Met het Cutting Edge Festival heeft ProJazz in samenwerking met de nieuwe regentes een programma ontwikkeld dat precies belichaamt waar we in cultureel Den Haag naar streven. Een hoogwaardig en dynamisch cultuuraanbod door samenwerking binnen en tussen verschillende disciplines, maar met één rode draad. Kwaliteit is altijd leidend. Ik wens u allen, publiek en uitvoerenden, ongelooflijk veel plezier en verklaar hierbij het Cutting Edge Festival voor geopend. Smalle steeg, vale letters, jazz, café. Als mijn hart zou kunnen kloppen op dat ritme, met steeds weer die accenten op de tweede en de vierde tel, dan wist ik het wel. Je vraagt me ritme, als in de eerste mate van My Funny Valentine, en of ik dan niet spelen wil voor ome Leep later op de avond. Niet te ingewikkeld, iets met pom pom pom, toen we speelden pim pam pet in Marken binnen. Het was een vochtig huis, gedragen door mysterie, waar de honden staren om het koekje te hypnotiseren. Ineens is het toch bijna 3:30. Het nieuwe nummer staat min of meer op papier. Lucas bergt de Yamaha op, strijkt er eens over de koffer zoals je een vroegere liefde even over het haar streelt en tekent dat het niet aan haar lag dat je haar voor een ander hebt verlaten. En pakt de aluminium trolley en zijn leren reistas. Thank you.
They're remembered today because in 1917 they made the world's first jazz recordings and proved that there was a market for this new music. But it would be 5 more years before black musicians could record jazz. Records would become one of the most important vehicles for the spread of jazz. And in a tradition that continues today, young musicians still learn from practicing to the records of their idols.